Ik ben Floyd. Olé! Ik ben Erik. En dit is podcast De Luiten. Jullie zijn het helemaal. RBC. Henk Vos. Van Loenhout schuift het binnen en daar is de 2-0. En onze harten diep. Penalty, Gerry Voets. Jullie zijn het helemaal. En het is voor aan je jongens uit Roosendaal. De club van wel en wee. De sensatie die ze weer gaan niet kent. Doet ook dit jaar weer mee. RBC blijft behouden voor het betaalde voetbal. Een heel hartelijk welkom bij deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen, Erik. Ja. Ik heb er zin in, hoor. Nou, we hebben even een maandje rust gehad. Wij zijn in onze retretten gegaan, hè? Klopt. Podcast retretten. Klopt, een maand voor retretten, bezinning, reflectie. Bezinning, ja? Bezinning. Hebben we nagedacht over het leven en ja, over de podcast en over de RBC? Er is een hoop gebeurd de afgelopen half jaar, vriend. We gaan een hoop mooie dingen maken, hè, met de podcast weer. Zeker weten, man. Ik heb er zin in. Ik bedoel, de eerste half jaar was top. Het mooiste beetje warm draaien, hè? Zoals een zondag voor de draai van de kaai, hè? Warm draaien. Ja, was kijken boven altijd, toch? Kijken boven was op de verlengde van de Hulshoekse straat. Oh. Dat was bij de Vuist. Dat was eigenlijk een jongerencentrum. Een bokschool, een jongerencentrum. Oh. Ons moeder had er nog geworken. Oh, echt? Meneer de Klerk was daar de grote man. Oké. Okay. Nee, geloof ik meteen, vriend. En we gaan veel leuke dingen doen, jongen. En het eerste half jaar van de podcast was goed. We hebben mooie verhalen gemaakt. Ja. En we hebben in vee gestaan en al die dingen. En een maandje rust gehad. Nu gaan we weer rammen. Nou, en rammen met iemand die ons dierbaar is. Ja. Ik heb eigenlijk niet kunnen eten. Want ik weet dat dit gesprek eraan komt. Wij rijden zometeen naar het stadion. Stadion der stadions. Buiten de Luiten dan. Hè? Ja. Herstaco stadion, de Bogenwaarf. Ja. En daar hebben we een afspraak met iemand die we gaan interviewen. En ik ben daar best wel een beetje zenuwachtig voor. Ja, want jij hebt niet veel gegeten en geslapen de afgelopen week, denk ik. Nee, ik heb vakantie. Lekker. En ik wist dat we dit gingen doen. Dit zat al een tijdje in de pijpleiding. En nu dat het moment aanbreekt, een beetje de bibbers. Ja, maar ik ben bij je. Er kan niks gebeuren, jongen. Nee, ik hoop ook dat jij wel een beetje, dus, als het tegen zit bij mij, dat je de leiding neemt. Ja, maak je geen zorgen. I got your back, man. Oké, goed zo. Nee, gaaf, man. We gaan Johnny van Loenhout spreken. Johnny van Loenhout, hè? Jo. Nee, van Loenhout. Ja, godverdomme, dat is wel. Kijk, je hebt Nascimento en Olysee en zo. Dit zijn de namen. Hoe de fuck is Fortis Rodriguez? Ja, joh, niet erop. En dit is super gaaf, man. Dit is gewoon een iconische speler uit onze tijd. Ja. En ik ben benieuwd, hè, hoe het gesprek gaat. Want hij staat. We hebben natuurlijk een aantal interviews met hem die heel erg bekend zijn. Hè. Fantastisch dit. Maar hij lijkt mij enigszins schuchtere jongen. Ja. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gesprek gaat. En ik heb er wel heel veel zin in. Nou, ik woon vlak bij de Tulpentaan, bij het mooie standbeeld. En ik heb wel eventjes bij de Tulpentaan in zijn binnenzakje van zijn jacket naar een filter Roosendaals gevrogen. Die heb ik meegekregen, want het is wel een jongen uit Bergen op Zoom. Hè. Hij praat denk ik wel heel erg Bergs. Ja, dat kun je wel aan hem horen. Ja. Ja, dat hij. Doet mij pijn aan mijn oren, hoor. Ja, mij normaal gesproken ook, maar. Zeg jij van Roosendaal, zei ik net zoals ik. Nou, hij is van Roosendaal, maar ook weer niet, hè? Nee, dit is geen Roosendaaler. Nee, maar het is wel een Roosendaaler. Ja, maar weet je wat het is, hè? Iemand die mijn club naar de Eredivisie schiet, die mag van mij zoveel Bergs praten als die wil. Ja, nee, dat sowieso. Ik heb er lang naar uitgekeken. We stappen zo op het fietsje. Ja, gaan we doen. Naar het stadion. Ja, want we zitten nou op de bloemenmarkt. Even voorbereiden, hè? Ja, even de moed bij elkaar rapen. Klopt, en Corné is toch ook een beetje onze talisman aan het worden, hè? Dus we hebben eventjes bij hem. Ja, Corné wordt al een beetje moe van ons, denk ik. Ja, of hij vindt het heel erg leuk. We moeten hem een keer vragen. Ja, de volgende keer. Ja, en dan. Nee, dus we gaan er zo meteen heen. En wat misschien nog wel even leuk is om te vertellen voordat we naar Van Loenhout gaan. Wij zijn samen nog bij Appie geweest. Appie Jurgens? Ja, ja. Dat was gaaf, toch of niet? Hij was ook jarig, hè? Hij was jarig en we hebben hem gefeliciteerd. En. Hij wist dat ik heel erg bezig ben met shirts en zo. En ja. Ik mocht bij hem langskomen. En ik heb van hem 3 pronkstukken mogen overnemen. Nou, dat heeft hij wel voor jou geregeld, hè? Je hebt het overnemen, je zegt het al goed. Maar het heeft ook met gunnen te maken. Ja, zeker. Hij heeft ze aan mij gegund. En ik heb hem daar wel een bepaalde monetaire vergoeding voor gegund. Maar heb ik ook vanaf het begin gezegd. Ik wil er ook gewoon eerlijk geld voor betalen. En gewoon prima prijs, jongen. En hij heeft mij daar gewoon. Ja, hij heeft die aan mij willen verkopen, zeg maar. En het zijn echt mooie dingen. Dit is van het seizoen met Vervloed. Ja. Het thuisshirt.
En het uitshirt... Waar stond Van Vloed? Links buiten of rechtsbek? Nee, die stond op de borst. Oh, op de borst. Ja, ja, dat was ze failliet gingen. En, ja. En daarna trouwens nog steeds. Maar het is het thuisshirt, maar ook het uitshirt wedstrijd gedragen. En het derde shirt, dat was een shirt. Dus, daar is een wedstrijd in gespeeld. Een wit shirt met gewoon logoetje RBC. En dan de RBC sponsorloterij. Wedstrijd gedragen ook. En Appie zei eerlijk van... Ik weet niet uit welke wedstrijd dit is. Ik zei, ah, dat gaan we wel uitvogelen. Toen was ik dit gesprek met Vallunout aan het voorbereiden. Toen zag ik beelden uit het seizoen 94-95. Ja. Thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. 2-1 gewonnen. Laatste wedstrijd van het seizoen. En toen droegen ze die shirts. Ik denk, verrek, dat zijn die shirts, weet je wel. Dus ik wist op dat moment, zeg maar, toen dat shirt kocht van Appie, wist ik nog niet welke wedstrijd dat hij gedragen was. Het had ook een oefenwedstrijd kunnen zijn. Ja, maar het bleek gewoon de laatste wedstrijd van het seizoen 94-95 te zijn. Leuk, leuk. En voor mijn rekening... wil ik toch ook wel melden. Ik ben mee geweest met Jan bij Appie. Ja. Ik heb Appie zien voetballen. Appie is voor echt een RBC'er. Ja. Ik heb wel eens het idee dat Appie niet helemaal weet wat hij voor RBC betekent. Nee. En wat Appie Jurgens in de RBC-historie voorstelt. Hè? Want Appie Jurgens is gewoon echt een RBC'er. Die staat in, misschien wel het tweede aantal meeste wedstrijden. Ja. Na Gerry Voets. Ik bedoel de feitjes... Tweede of derde volgens mij. Je hebt zo'n officiële ranglijst. Maar die heeft gewoon 16 jaar aan het eerste gevoetbald. Ja, ja, ja. Ja, dat is niet normaal. Ja, je hebt een bepaalde... Hij heeft zoiets van, ja. Maar het was een held, hè. Het is een echte kansdonker. Ja. Het is een echte RBC. Ja, maar ja, de tragiek is ook een beetje... ik denk ten eerste dat hij een bescheiden jongen is. Of man. Hij is 20 jaar ouder dan ik. En ten tweede dat hij rechtsback was. En we weten ook allemaal... Ja, welke... had hij zoveel seizoenen in het eerste van RBC voetbald... Meulig, jij best wel een beetje krediet hebben, toch? Nee, tuurlijk. Alleen de reden dat hij misschien wat minder krijgt. Kijk, als jij als ik aan jou vraag, schrijf jij 10 favoriete spelers op. Appie Jurgens staat op 3. Ja, maar er zitten 7 of 8 aanvallers en aanvallende middenvelders zeker, bij. Zeker. Dus die krijgen altijd, die jongens voorin en in de as, die krijgen altijd de aandacht. Appie is natuurlijk een rechtsback, een dienende speler. Ja. Dus dan krijg je minder waardering. Maar ik ben dat met jou eens. Als je nou RBC aan een ander moet uitleggen, kunnen beter aan de hand van Appie Jurgens dat doen. En Gerry Voets ook natuurlijk. Zeker. Dan aan de hand van met alle respect, toch, denk ik, ook wel, Van Oeveren en Van Loenhout. Vind ik dat niet? Ik vind Appie Jurgens meer RBC. Eigenlijk wel. Toch? Ja, want het is, hij is rechtsback. Ja. En de rechtsback is ook, zeg maar, het niveau van... En hij kon zich eraan optrekken. Ja. Maar Van Loenhout ging niet voor niks naar RBC toen we promoveerden. Appie Jurgens, die bleef bij RBC, want die waren gewoon RBC'er. Ja. Ja, dat klopt. Of is dat een beetje te romantisch? Ik ben het wel met je eens. En wat ook een grappig moment was toen wij met Appie spraken. We hadden het natuurlijk gewoon over vroeger en het elftal. En ik zei tegen hem van ja, toch meer lokale jongens, weet je wel, in die tijd. En noemde ik een paar namen. Hè. En toen hij zei ja, die en die. Voets en die. En hij zei ja, en Helmonds. Ja, die kwam van buiten eigenlijk. Terwijl... Kruisland, hè? Van buiten? Kruisland. Oh, ja. 5 kilometer, denk ik. Ja. Nou, meer iets meer, maar... Ja, 10. Weet je schitterend. Dan? Dus dat had ik even rappen niet uit de kast dan komt. Ja, dan had ik niks meer RBC. Ja, maar hij zei dat ook, mooi, man. Hij zei dat ook, jongen, toen ik het eerste kwam. Bijna alleen maar gast uit Kalsdonk. Hij noemde ze ook allemaal op. Die woonde daar. Weet je, de broertjes Molenaar woonde daar. Ja, ja, en Kees Houtenpen, die woonde daar. En ik woonde daar. En dit en dat. Ja, weet je wel. En dat is ook wel eens leuk, want Helmonds heeft dat ook wel eens gezegd. Van toen ik bij de selectie kwam, was ik de enige van buiten Roosendaal. Ja. Toen ik stopte, was ik de enige West-Brabander nog. Ja, precies. Weet je wel, het zijn mooie dingen. Dus ik wil trouwens ook eventjes refereren aan het stuk in de bode. In de boje. Ja, de bode. We zijn door Remco Vermunt geïnterviewd. Die heeft iets in de bode gezet. Prachtig mooi, vond ik wel. Dat zat echt de saus over van onze podcast. Ja. En dat was wel heel erg leuk. Je hebt veel reacties gehad. Want de bode is natuurlijk een huis-in-huisblad, gratis. Ja. Veel mensen die tegen mij zeiden van, hé, wat leuk. En ook een paar mensen zeiden, kom nog jij dan uit de kast, donk? Ik zei, ik kom van een burgerhout. Ik zeg maar, ik ben supporter van een RBC. Mooi om te lezen. Ja. Met jou en maat, Erik. En leuk, en we gaan luisteren. En echt mensen die daar iets van zeiden. Vind ik mooi. Ja, ik vond het ook gaaf. In Utrecht komt huis-in-huisblad de boy niet, maar... Nee, ik heb wel veel reacties gehad ook. Dus dat ding wordt goed gelezen. En ja. Hij mag wel gratis zijn, maar hij is natuurlijk niet goedkoop. Hè? Het is toch wel gewoon een gerespecteerd medium. Goeie koop is het niet, hè? Goeie koop. Nee, maar was superleuk. En misschien ook wel even interessant om te vertellen voor de luisteraar. En ook de mensen die ons echt trouw volgen. Wij hadden natuurlijk aangekondigd dat wij de inspraakavond hadden bij de gemeenteraad. Ja. Aanvankelijk zou dat artikel in de bode daar ook meer over gaan. Ja. Maar ja, zoals wij ook op onze kanaal hebben gezet. Helaas een tragisch sterfgeval in de familie Vermunt. Ja. Waardoor dat eigenlijk enigszins op de lange baan is geschoven. Na overleg ook met Gerard van Zalingen. Hoe dat verder gaat, het zal op een gegeven moment verder gaan. Laten de familie gewoon lekker met rust.
We hebben ze natuurlijk heel veel sterkte gewenst en onze condolences overgebracht. Dat doen we bij deze weer. En wanneer de tijd daar rijp voor is, pakken we dat weer verder op. Dat wordt vervolgd. Zo dat is het. Eventjes niet belangrijk. Die vent trouwens, die presentator van Wordt Vervolgd, die was echt gigantisch, hè? Ja. Han Pekel. Ja. Han Pekel, die is nog op Nostalgie net. Komt hij nog wel eens. Serieus? In hotels, hier bij Hotel Tongelo op het kanaal, denk ik. Als ze zo'n intern hotelkanaal hebben, dan is het Nostalgie net en dan komt Han Pekel. Die komt dan vertellen, die is presentator bij Nostalgie net. Schitterend. Daar kan ik uren naar kijken. Dat is een beetje hetzelfde als dat ik op een gegeven moment na het stappen altijd naar Bassie en Adriaan ging kijken op Nickelodeon. Ja. Gewoon s'nachts om 3 uur, hè? Ja. Adriaantje, hoorde je dan? Nee, top man. Zullen wij eens eventjes naar het stadion gaan rijden, vriend? We gaan naar het stadion rijden. Top. We zijn springlevend. Zo is het. Stappen op de fiets en we gaan, hè? En geen zorgen, ik ben bij je. Als je wil mag je mijn hand vasthouden. En ik heb een brede rug, mag je altijd achter schuilen. Johnny van Loenhout. Oh. We zitten in een leeg stadion met al dan niet schoongemaakte stoeltjes. We horen de vrachtwagens over de Jan van Meerlaan richting de Borgwerf. We zitten hier op het industrieterrein waar een stadion stond. Het is net zo druk als op de wedstrijddag. Het is net zo druk als op de wedstrijddag. Er wordt veel gedaan hier in het stadion, dus ik ga niet lopen klagen. Maar er vliegen nog steeds duiven hier. En het is nog steeds een beetje alsof hier 10 jaar geleden de deur is dichtgetrokken. Dat is volgens mij ook, hè? Ja, dat zie je ook aan die bordjes. Je ziet die letters een beetje vervagen en zo. En er wordt natuurlijk onderhoud gepleegd. Hè? En het ziet er beter uit dan 2 jaar geleden. Maar je kunt het wel een beetje zien, zeg maar. Dat hier ooit een keer de lamp is uitgedaan. Ja. Nee, maar het gaat goed, joh. Het gaat de goede kant op. Tweede klasse. Het trekt dan weer aan. Worden sponsoren gevonden. Gerdy heeft zijn column. En dan vertelt hij ons waar hij mee bezig is. Dus kwestie van tijd, Floyd, en dan is er weer gewoon een wachtlijst voor een seizoenkaart hier. Wij delen een microfoon, we hebben 2 microfoons, we zijn met z'n drieën. Net was ik nog heel erg makkelijk met praten en duurde dat allemaal wat te lang, maar nu word ik toch een beetje zenuwachtig. Ja, want jij hebt al 48 uur niet gegeten. Ik heb al 48 uur niet gegeten, ik ga gelijk het fan zijn eventjes etaleren, want ik heb hier een hele mooie spelerskaart, die heb ik van jou gehad, ja, Erik. Klopt, ja. Sean van Loenhout, en die zit hier ook een rijtje achter, hier in de hoek van het stadion. Vak W is dit, hè? WD, denk ik, in de hoek. Zo wat? WC, WD, ja, WD. WD. Sean, zou je gelijk even een handtekening willen zetten? Want ik bedoel, dat vind ik wel gelijk iets hebben voor thuis, hè? Handtekening op de spelerskaart die ik van jou heb gehad, Pat, kunnen we binnen hebben. En opvallend, hè? Linksbenig en rechtshandig. Linksbenig en rechtshandig, inderdaad. Wij gaan een mooi gesprek hebben met John over zijn tijd bij RBC en wat hij daarna allemaal gedaan heeft. Maar we gaan beginnen bij het begin. Ja, ik ben gewoon even gaan kijken. Je wil toch uit respect naar de persoon die tijd voor jou maakt even een beetje voorbereiden. En een beetje zitten verdiepen in de carrière. En wat wel grappig is, John. Wij hebben op onze YouTube-pagina een film staan met de spelerspresentatie. En dat is volgens mij al 1995. En daar zagen wij een hele piepjonge John van Loenhout voorbij komen met een hele mooie Haagse mat. Hele haar. Ja, dat was toen in, hè. Mijn vrouw die zegt ook altijd, hoe heb je dat? Ik had je zo voorbij gelopen, zegt ze altijd. Als je er zo uit zag. Maar dat was toen, liep iedereen ermee, ja. Nou, netjes. En je bent in 1996 gedebuteerd, maar wanneer ben je bij RBC terechtgekomen? Ik was 12 toen ik gescout werd. Toen heb ik op de Luit 3 trainingen moeten doen. En toen kregen we te horen dat ik mocht komen. En toen ben ik in de C1 ben ik bij RBC begonnen, ja. Gaaf. En dus dan hebben we het over 1994 of zo. Nee, misschien iets eerder. Kort, 90. Alright. En je zei net al van, ik werd op een gegeven moment wat ouder, jaren 15, 16. En toen proefde ik, het zit er misschien wel in. Ja, ik proef in de... het is eigenlijk altijd wel vanaf het begin af aan heel goed gegaan. Samen met mijn broer ben ik hier gekomen. Toen zijn we samen naar RBC gegaan. Carlo, toch? Ja, Carlo, ja. Die, ik moet zeggen, tot hij eigenlijk een grote talent was als ik. Hij was alleen hij was heel eigenwijs. Oh, echt? Ja, ik was ook niet de makkelijkste, denk ik, voor een trainer. Maar
Mijn broer was wel, die kon zo echt heel goed voetballen. Maar die heeft het wel een beetje voor zichzelf verpest, denk ik. En dat is wel jammer. We zijn de beste vrienden van elkaar. En had ook leuk voor mijn vader en moeder geweest. Ja. En daar heeft hij zelf ook nog wel spijt van. Dus. Ik heb nog wel eens tegen hem gevoetbald. Ik speelde op heel bedenkelijk niveau, hoor. Ja, daarmee zeg ik eigenlijk dat hij dat ook deed. Zo bedoel ik het niet. Maar was bij Mok, denk ik, dat hij zat. En ik speelde bij NSV in Nispe. En toen kreeg Mok een penalty. En jouw broer die nam die. En die schoot die kiezelhard op de lat. En toen mocht hij overgenomen worden. En toen schoot hij me wel. En ik had me niet verdiept in de opstelling van de tegenstander. Ik zag hem lopen. Ik denk, hey, die heeft hetzelfde loopje als John van Loenhout, weet je wel. Ja, dat is Carlo, dat is zijn broer. Oh, verrek joh, weet je wel. Ja, die was tweebenig. Dat maakte echt niet uit of hij voor links of rechts kwam. Was gewoon echt een heel goede voetballer. En ja, jammer dat we niet samen in EBC 1 hebben gespeeld. Ja. Want tot wanneer heb je met hem in de jeugd gezeten? Ja, hij was een jaartje ouder, dus we zaten elke keer om het jaar bij elkaar. En hij is tot tweede gekomen en toen is hij weggegaan. Ja. Wat maakte nou dat jij het dan wel hebt gehaald tot het eerste? Ja, ik denk toch wel mentaliteit, denk ik. Ik denk dat mijn mentaliteit wel goed was toen op dat moment, ja. Je wilde echt, je had echt die drive en die overtuiging van ik wil het eerst van RBC halen. Ja, ik had toen ook, het was toevallig toen ik ging verhuizen, had ik een oude foto van mij van vroeger. Daar had ik een blaadje op geplakt en had ik opgeschreven van naar mijn vader en moeder van ik word de beste voetballer van de wereld. En toen was ik denk een jaar of 12 net toen ik bij RBC kwam, dat heb ik toevallig teruggevonden. Dat was... Dat was wel heel leuk om dat toen weer eens te lezen achter zo'n foto. Ja. Gaaf. Hey, en we hadden het er net al een beetje over. Er zaten best wel wat lokale jongens toen ook in de selectie. Ik neem aan dat jongens zijn waar jij ook mee door de jeugdopleiding bent gegaan, zeg maar. Ja. Gijs Kales. Ik kwam Pascal Heijnen tegen, Kop en Kortland natuurlijk uit de jeugd. Ja, er waren een hele hoop, hoor. Waren dat ook de jongens waarmee jij zeg maar, de jeugdopleiding doorliep? Ja, ik ben altijd met Copen en met Jurgen van Nieuwhuizen en Gijs Kales. Wij waren echt altijd wel waar we van heel de jeugd mee hebben samengespeeld. Dus daar heb je toch wel een hele goede band mee, zeg maar. Ja. En toen je dan ook alle drie ook het eerste haalt, dat is natuurlijk wel, wel heel leuk, ja. Ja, ik zei al van, ik zat even wat oude beelden te bekijken in de voorbereiding. En ik zag op een gegeven moment, volgens mij was het thuis tegen Top Os. Een goal van Gijs Kales. Hij was echt nog jong. En er komt een lange bal en die blijft liggen. Een beetje net over de middenlijn. En hij gaat er als een haas op af. Speelt één gast uit. Omspeelt de andere. En stift hem over die keeper. Die gast kon wel voetballen, hoor. Ja. Technisch, man. Ja, Gijs kon zeker goed voetballen. Echt een hele goede techniek. Goede balaannames. En ik en Gijs die hadden wel een bijzondere band, moet ik zeggen. Want wij hebben heel onze jeugd achter elkaar gespeeld. Hij links buiten, ik links half. Dus wij wisten precies van elkaar. Als hij naar de bal toe kwam, dan wist ik steek hem tussendoor. En dan ging hij diep. En als hij wegliep, dan wist ik hij wil hem in zijn voeten. Dus daar hebben we ook wel heel veel op getraind. Maar hij is gewoon Gijs. Later heb ik hem ook nog naar VVV gehaald. Want, oh, serieus? Toen speelde hij bij ADO. En toen belde hij of die... Toen heb ik met de trainer gesproken. Hoor, we hebben wel echt nog een jongen nodig. Zou je niet Gijs een goede speler? Dus die is toen ook nog bij ons geweest. Dus dat was ook wel weer leuk om samen te spelen. Gaaf. Ja. Ah, leuk, man. Hey, en dus jullie gaan zo, ik neem aan C1, B1, A1. Toen hadden we nog een tweede, zei je al. Ja. Je broer die speelde erin. Wie was dat toen de trainer? Weet je dat toevallig nog? André Hoekstra was daar trainer van de tweede. Ja, tuurlijk. Ja. Die zagen we ook voorbij komen. Ja, en is dat dan een ding dat je dan, ik bedoel, wij hebben nooit echt, nou, laat ik van mezelf spreken, ik heb nooit echt op niveau gespeeld. Hè. Is dat dan echt een ding dat je dan van de A-jeugd naar het tweede mag? Dat je dan echt een volgende stap zet richting het eerste? Ja, dat is wel. Ik heb het tweede nooit meegemaakt, want ik ben gelijk vanaf de A1 naar het eerste gegaan. Dus okay. Ik heb bijna ik heb nooit in het tweede getraind of zo, altijd met de eerste gelijk vanuit de A-jeugd. Ja. Ja. En je zei net al, Poortvliet was toen trainer. Op een gegeven moment ga je dan, is het 1996, ga je richting je debuut. Ik ben echt heel benieuwd, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dan heb je getraind, neem ik aan, en dan hangt er een papiertje of zo waarop de selectie staat voor die wedstrijd? Of word je dan apart genomen? Ja, dat was wel mooi, want we speelden in de voorbereiding en Jan die werd trainer.
En de eerste weken van de voorbereiding hebben we gedraaid. Trainen we echt zelf heel goed getraind. En toen speelden we een wedstrijd tegen, volgens mij, Beerschot thuis. De eerste oefenwedstrijd. En voor de wedstrijd. En daarna zouden we op trainingskamp gaan een dag later. En dus Jan, ik, Co en Jurg, die moesten bij Jan komen. Van luister eens, we gaan morgen op trainingskamp, maar jullie mogen niet mee. Oh. Dus, want ja, ik ken jullie niet echt. En ja, dat was. Ja, jullie komen uit de jeugd, dus ja, en dus ik neem jullie niet mee. Maar ik was echt wel een beetje zo'n straatjongen, die accepteerde dat niet. En dus toen ging ik echt tegen Jan Poortvliet, ging ik echt tegen hem van, ja, dat slaat helemaal, ik werd ook boos op hem van, waarom is dat zo, je hebt ons toch zien trainen. En, ja. Dus ik denk wel tot hij dat mooi vond. En toen mochten we de tweede helft meespelen en toen speelden we alle drie heel goed. En na de wedstrijd zei hij, kom eens bij, jullie gaan toch mee. En ben ik een week op trainingskamp meegaan en daarna ben ik gewoon baasspeler geworden. Gaaf. Tijdens het trainingskamp gewoon heb ik hem helemaal overtuigd. Dus dat was wel, tegen Jan kon je dat wel zeggen, want die... Die was zelf ook een beetje zo. Ja, die was precies eigenlijk wel een beetje hetzelfde. En hij is toch wel een icoon, WK-finale gespeeld. En ik moet zeggen, voor zo'n man gingen wij altijd wel door het vuur, moet ik zeggen. Ja. Die had daar echt met zijn... Vond ik wel echt een... ik ben blij dat hij mijn eerste trainer in betaald voetbal is geweest. Ja. Wat maakt dan dat je dan als groep voor zo'n Poortvliet door het vuur gaat? Is dat omdat hij oprecht is of omdat hij tactisch heel sterk is? Ja, hij is gewoon heel eerlijk. Heeft heel veel passie in zich. En dus dat was wel... Ja, dat vond ik wel heel mooi. En dat heb je niet bij alle trainers, moet ik zeggen. Nee. Dus toen heb je eigenlijk in dat trainingskamp heb je in de basis gespeeld. Ja. En wat was toen je eigenlijk in het betaalde voetbal je eerste wedstrijd? En dat was ook meteen dan een basisplek die je had. Ja. Dus het waren niet de lullige twee minuutjes. Mijn debuut maakte ik tegen Go Ahead Eagles uit. Ja. Dat is ook wel meteen een vet stadion. Ja, was gewoon gelijk tegen een van de kandidaten voor het kampioenschap. Dus dat was wel... was niet echt een goed debuut, moet ik zeggen. Nee. Maar ik moet zeggen, ik was ook nooit zenuwachtig of zo. Ik heb nooit last van zenuwen gehad. Nee? Nee, nooit. Nee. En ik neem aan dat je toen, toen Richard van Gils linkshalf was, eerst dat je hem een beetje... Ik speelde toen linkshalf en hij speelde denk ik controlerende middenvelder. Oké. Alright. Lachen man. En dan is het dus 1996, Floyd. En dan, ja, dat is ook een beetje onze glorietijd, zal ik maar zeggen, of niet? Ja, dat is inderdaad onze tijd. Daar is het allemaal begonnen. Mijn eerste wedstrijd was 1 april 1995, jij een paar jaartjes eerder. Maar dat was wel de tijd dat we als pubers op de fiets naar de Kalsdonk reden om daar het voetballen te gaan kijken van RBC. En dat was ook een beetje de tijd dat jij toch wel echt opkwam. Hè? Ik bedoel, er is een paar jaar geweest dat je bij het eerste zat dat je... niet helemaal doorgebroken was al, maar in die tijd begon dat wel een beetje te komen. Hè? Dat vanaf 96 was je echt wel aanwezig. Ja, ik heb eigenlijk vanaf Poortvliet, Jan die trainer werd, ben ik eigenlijk niet vaak meer uit de basis gehaald, moet ik zeggen. Ik heb, je maakt als jongen, krijg je wel eens een moeilijke periode. Dus ik denk, ja, dat heeft iedereen en daar heb ik ook meegemaakt. En, maar het gaat gewoon met op en down. RBC die had natuurlijk, was eigenlijk een, niet echt een amateurclub, maar gewoon, zo was het wel. Iedereen die was heel benaderbaar en niet veel geld. Dus ja, we speelden altijd een beetje onderin mee. En op een gegeven moment wordt iedereen, krijgt meer ervaring. Dus je gaat automatisch, wordt het makkelijker om te voetballen, want dat is gewoon echt zo. En op een gegeven moment werd iedereen ook... beter. En ja, waartoe geleid heb, dat is gewoon, dat heeft daar wel mee te maken. Gewoon dat de jonge jongens, RBC had weinig geld, dus de jeugd kreeg een kans. Er braken heel veel jeugdspelers door. En dat was voor ons een hele goede tijd geweest, dat wij in die tijd geboren zijn. Ja,
Jij zegt van het was een beetje toch amateuristisch en het was allemaal benaderbaar. Wij zijn natuurlijk gestart met de podcast De Luiten, het stadion van onze dromen. Ja. Hè, sportpark De Luiten in de Kalsdonk. Maar hoe was dat dan voor jou? Jij refereert er net zelf naar. Hoe was dat voor jou? Wat was jouw indruk van De Luiten en van de Kalsdonk en van de mensen die er rondliepen? Was dat iets dorps? Was dat iets romantisch? Was dat iets wat je dacht van dit is best wel amateuristisch? Wat was het gevoel wat het bij jou aanwakkerde? Nou, ik denk wat je allemaal zegt, romantisch, ja, dat vond ik ook wel een beetje gewoon. Je speelt vanaf jongs af aan speel je bij een club, zeg maar. En dat is, ja, dan krijg je echt een hele hechte band ook met de mensen, vrijwilligers, die gewoon super belangrijk zijn voor een club. Daar heb je dan op dat moment niet echt door als je zo jong bent, maar dat ga je wel waarderen als je in het eerste gaat spelen, wat die mensen allemaal, wat er allemaal bij komt kijken. En ja, ik denk ook... Totdat ook je liefde voor de club heel veel heeft versterkt, zeg maar. Ja, vooral ook in die beginjaren, hè, ja. 4, 5, 96. Jij kon voetballen, dat had je zelf ook door, dat had de club door. Is er in die tijd eigenlijk nooit een andere club gekomen al die dacht van... Hey, in Roosendaal speelt een jongen die komt van Bergen, maar die kan wel ballen. Die moeten we hebben, bijvoorbeeld NAC of zo. Ja, zeker. Ja, absoluut. Die is zeker gekomen, dus dat was wel mooi, want ik had... een gesprek bij NAC toen ik uit de A1 kwam. En toen ben ik bij NAC gaan praten. Ja, dus lieten ze alles zien van nu, wat ze van plan waren met het nieuwe stadion. En het was dan met Martin Verheijsen, denk ik, die daar toen was. Toen zou ik eigenlijk naar NAC overstappen. En toen kwam RBC. Ik weet niet meer wie. Iemand kreeg een contract vanuit de jeugd en ik kreeg geen contract. En dat vond ik gewoon niet terecht. En toen die hoorden dat. Dus die zijn toen, die hebben mijn vader gebeld of we daar langs wilden komen. En toen hoorde RBC dat natuurlijk. Dat was nog met Theo Magnus. Dus toen moesten we gelijk de volgende dag komen. En toen zei hij aan mijn vader, heb je papier gekregen? Toen zei hij, pakte die af en die verscheurde die gelijk. En toen kreeg ik ook mijn eerste contract, zeg maar. Ja. Dus zo is dat. Hij pakte het gewoon af, hij scheurde het. Hij zei, dat gaat niet. En hier, je krijgt gewoon een... toen was er nog een koelkastcontract, zeg maar. Ja, vanuit de jeugd naar... was prima, hè, ja. Als je jong bent. Maar hoe jij nou over RBC praat, hè? Je bent natuurlijk een jongen van de club. Het gaat uiteindelijk om het contract. Je gaat geld mee verdienen. Ja. Je wordt betaald voetballer. Zat er ook een heel klein beetje clubliefde? Het is een beetje vragen naar een weg waarvan ik zou willen dat je ja zei. Maar zou er een beetje clubliefde bij zitten? Dat je dacht van nou goed, hij heeft het verscheurd. Ik rijd niet terug naar Breda. Ik blijf lekker in Roosendaal. Ja, zeker. Ik wou het liefste. Hey, je speelt met vrienden. Je wilt het liefste gewoon blijven. Alleen er was gewoon... een opwelling denk van ik vind het niet terecht en ik vind ook dat ik een contract hoor te krijgen. En toen was het zo is het gebeurd, ja. Ja. Dus dat was wel grappig, ja. Ja. Wat voor een andere wending, ik wil het niet te dramatisch over doen, maar wat voor een andere wending de geschiedenis had genomen als Johnny op zijn 18e naar NAC was gegaan. Mister NAC. Dat is toch afgrijselijk? Ja. Dan hadden we dan Penders. Ja, Robbie, ja. Van Loenhout. Op een gegeven moment was Helmons, die was hoofdtrainer. Penders was assistent, die had er nog eentje rondlopen. Wie was dat nou? Jongen, nou inderdaad. Hey, wat ik wou vragen, hè? De Sportfit heeft je laten debuteren. Je zei, ik had daar een goede band mee, we gingen voor die man door het vuur, maar toch moest hij het veld ruimen. Hoe was dat toen voor jou, als jonge gast, de trainer die in jou geloofde en die moest weg? Ja, ik vond dat wel heel erg toen die wegging, ja. Want ik had daar wel... hij zag het echt in je zitten en ik vond het wel heel jammer toen die wegging, ja. Ja. Vond ik wel, ja. Want daarna kwam volgens mij Ruud Keizer. Ja. Ja, daar had ik toch echt wel een mindere band mee. Oké. Okay. Ja, dus... Als we mogen vragen hoor, waarom? Ja, ik had daar niet echt een... ik kwam ook bij hem eventjes zat ik op de bank, zeg maar. En dat is ook nooit... En je werd wel al gezien als echt talent van RBC. Ja. En ik rendeerde gewoon niet zo onder hem. Oké. Okay. Oh, dat hebben wij nooit geweten. Ja. Het is wel zo, want je ziet hier twee shirts liggen. Ik heb er twee bij. Dit shirt heb jij hoogstwaarschijnlijk gedragen, ja, tijdens mijn allereerste uitwedstrijd waar ik bij was. En dat was, ik kwam wel even aan je geven. Dit is het... ik zal even de luisteraars, het witte uitshirt, Actiesport, ja. Achterkant Skidome, rug nummer 8. Ja.
Die is terechtgekomen bij mij via een jongen van VVV. Die weer aan een jongen van RBC vroeg. Heb jij toevallig nog een shirt van Ralf Seuntjes? Zegt hij, dat heb ik. Hij zei, dan heb ik iets voor jou. Die stuurde dan jouw shirt naar Corné, heet hij. En ik mocht deze van Corné overnemen. En dat is nu een van mijn pronkstukken in mijn verzameling. Dus als je dat... heb die misschien al wel gedragen, deze, denk ik. Ja, dat is rug nummer 8. Want die, 8, ja. Die nummer, of die jongen van VVV zei ook, deze is van Johnny van Loenhout geweest. Oh, dat kan makkelijk, ja. Dus dat was volgens mij in 1997. Of in, ik denk in 97 dat het was. Het was winter. We hebben het er ook met Keizer over gehad. Het was uit bij AZ. En AZ was toen Langerak van Hanegem, weet je wel, die tijd. En, met de Florida daar met 2-1 volgens mij. Ja, scoorde precies. Scoorde ik de goal. Ja. Precies, ja, dat wou ik aan je vragen of je daar nog herinneringen aan had. Want wij stonden in het uitvak, jij scoorde aan de kant van het uitvak. En er was zo'n schuiver en het veld was vochtig. En het net ook. En je hoorde die bal zo tschuk, tegen die touwen slaan. Ja. Weet je dat nog? Ja, ik weet dat nog goed. Ja. Dat was, ik denk, een afstandsschot van buiten de 16 was ja. Dat. Gelaag in de hoek, ja. Ja, dat was de 1-1. Ja, klopt. Ja, was de 1-1, ja. Ja, en wat Langerak had toen 1-0 gemaakt. Jij maakte de 1-1. En 5 minuten voor tijd komt er zo'n voorzet. En toen schoot Rolf Landerl. Ik kan die naam niet meer horen. Die schoot die bal erin. En toen moesten we helemaal... Ja, ik was toen 15 of 14 of 16, weet ik veel. En echt ontgoocheld terug naar Roosendaal. Maar die goal, dat was gaaf. Want Van Galen legde hem terug, weet ik nog. Ja. En die schoof zo over dat... Ja, dat was gaaf. Dat was gaaf. En dat was, ja, toen... Hoe zou ik het zeggen, Floyd? Langzaam kruip je dan zo richting het wonder van 2000. Ja. En jij was daar wel, hoe zou ik het zeggen? Ik moet het anders zeggen. In die tijd onder Keizer, vinden Floyd en ik, dan kon je al een beetje de contouren zien van die ploeg die uiteindelijk ging promoveren, zeg maar. Dat was jij, er zat Kalis bij, Hellemons, Penders natuurlijk, die dan na een half jaar wegging. Had jij onder Keizer al het gevoel van, wij kunnen met een aantal gerichte versterkingen heel ver komen met deze groep? Ja, kijk, wat ik net ook zei, je krijgt wat meer ervaring, dus je wordt zelf ook beter. Je wordt een beetje dat speelse gat eruit. Nee, dat is gewoon zo. Je krijgt meer ervaring, je speelt minder slechte wedstrijden. Want ja, als je jong bent, dan ga je echt op en down, zeg maar. En toen, ja, iedereen ging ook stapjes... we werden 18e, daarna 16e, 15e, dat zag je wel. Maar toen had ik het nog niet echt door van, we gaan wel, we worden steeds beter of zo. Nee, daar had ik niet echt het idee. Ik denk dat echt, vond ik wel, toen Maaskant is gekomen. Toen is er wel in de groep wel het een aan ander veranderd, ja. Ja, want op een gegeven moment, hè, Keizer die werd aangekondigd dat zijn contract niet werd verlengd. Dat is, vindt Ruud, en misschien is dat ook wel zo op een beetje op een lullige manier gegaan. De spelersgroep die had afhankelijk de voorkeur voor een andere trainer, hè? Edo Ophof. Ja, ik kan me daar niet echt iets van herinneren. Nee, helemaal niet. Oké, okay, dat is grappig, want daar hebben we het nog even met Maaskant over gehad ook. Ja. Nou, toen werd het Maaskant. Jij zei al van, ja, met Keizer had ik iets mindere band dan met Poortvliet. Ik neem aan dat jij toen dacht van, hey, verrek, nieuw perspectief, nieuwe trainer, nieuwe kansen. Ja, precies. Kijk, ik heb onder Keizer ook een goede tijd gehad. Alleen ik had met hem gewoon een veel mindere klik, zeg maar, dan met de andere trainers. En met Maaskant, ja, die had ik, heb ik gewoon een hele goede tijd meegemaakt. En was ook wel een trainer die ik graag wilde hebben. Die trainde heel hard. Okay. En toen in die tijd, ik weet niet hoe het daarna met hem gegaan is, maar toen moesten we, hij veranderde heel veel. Hij maakte bewust van tot er veel meer in zat dan RBC doet denken. RBC is geen lelijk eentje. En dat zei hij ook heel vaak tegen ons, maar ook heel kleine dingen op de training met kleine positiespelletjes. Bijvoorbeeld, mag niet terug naar dezelfde. dat is heel simpel, maar... Ja, daar waren wij helemaal niet gewend. En als je daar in het begin zag, dan haalden we 4, dan weer 3. En op een gegeven moment haalden we gewoon 20, 30. En dat zag je ook terug in het spel. Gewoon, op een gegeven moment gingen mensen verder kijken. Je moet niet altijd naar dezelfde man, je moet hem overslaan. Allemaal van die hele kleine dingetjes die gewoon heel belangrijk zijn voor een voetballer. En
Ja, en ik, wat ik zeg, we trainden echt, hard. Ja. Ja, echt waar, conditioneel ook sterk. Hij was heel gretig. Hij was natuurlijk een jongen, ik geloof toen hij 31 was of zo. En hij was heel gretig en dat kon hij gewoon heel goed overbrengen naar ons. En dat had natuurlijk ook te maken dat wij gewoon 5 goede jongens erbij kregen. Ja, ja. Ja, want dat wilde ik vragen. Hè. Je hebt al een aantal jaar grotendeels met dezelfde groep gespeeld. Heel veel lokale jongens. En op een gegeven moment komen daar dan een aantal Rotterdammers, denk ik. Hertog, ja. Heerkes, keeper Belper uit België. Brunswijk kwam erbij, Van Helmond. Kooistra. Wat op dat moment, Kooistra en Van Helmond, dat waren Floyd. Ja. Denk ik de 2 beste spelers in de eerste divisie, of niet? Zeker. Nee, Kooistra sowieso, die was echt een bekende naam in Nederland. Ja. Van Helmond was natuurlijk Den Bosch, hè, dat was toch wel een beetje een clown. En wel een goede buitenspeler, maar niet zoals Kooistra. Kooistra had ik ook echt in boeken van Panini-plaatjes, weet je wel. Toen hij bij NEC voetbalde en waar heeft hij allemaal gezeten? Dat was echt een speler. Dat dacht ik nooit van dat bij RBC terecht zou kunnen komen. Ja. Kooistra is ook voor jou wel iemand waar misschien negatief dan wel positief een smaakje aan zit voor jou. Want dat was iemand die op de training kwam en deed wat jij kon. En jij dacht van, hey, dat doe ik toch? Ja, nee, ik had met Jeffrey gewoon een hele goede band. Want wij konden vanaf het eerste moment heel goed met elkaar samenspelen. Dat is heel raar, maar wij waren wel een beetje dezelfde voetballers. Hey, allebei heel technische voetballers en met een goede paas. Maar wij konden gelijk... Maar dat was met al die jongens. Die jongens die kwamen, die pasten precies wat wij nodig hadden. En we hadden wat ervaring nodig, maar ook heel veel kwaliteit hadden die gasten. En dat was voor ons als jonge jongen, was dat gewoon heel belangrijk. Die kunnen je meenemen, die kunnen met je praten, dingen zeggen, je kan beter zo doen. Bijvoorbeeld Marcel van Helmond, die zei tegen mij, weet je wat je moet doen, Sean? Je moet een sinaasappel dieet gaan doen. Heel raar, dan word je nog lichter, dan word je nog... Dus dat ga je heel veel helpen. En heb ik naar geluisterd. Allemaal verse sinaasappels 's ochtends. Alleen maar drinken. Daar merkte je gewoon wel. Je werd fitter. En zulke jongens, die hebben natuurlijk veel ervaring. En dat bracht ons wel. Dat heeft mede meegemaakt. Tot ik ook stukken beter werd. Gewoon. Ja. Nou zeg je dit, dat prikkelt mijn fantasie. Want ik zie een bonusaflevering aankomen. Absoluut, het sinaasappelmysterie van Marcel van Helmond. Maar... Dat zijn tips die jij kreeg, zeg maar, waar je verder mee kon, omdat jij dat ook in je had. In die zin, is dat, jij bent voetballer, dus je hebt alles vanaf het veld gezien in die tijd. Is dit nou gewoon voetbalgeluk? Of zeg jij van, nou, Robert Maaskant, Pollemans of een ander heeft daar ook wel invloed op gehad? Ik bedoel, iemand heeft ze gehaald, maar dat die groep zo goed bij elkaar paste, was ook een beetje geluk, denk ik. Ja, dat is zo. Je weet nooit, als je ergens naartoe gaat, dan weet je nooit of je echt ergens goed past. En ik heb daar ook zelf een beetje met RKC gehad. Ik ging daarna naar RKC. Een club die heel veel jonge jongens de kans geeft. Maar had ik ze bijvoorbeeld achteraf beter moeten verdiepen hoe hun spelen, hoe hun speelden, wat ik gewend was. Ik heb daar heel erg naar mijn zin gehad. Super. Alleen was de verkeerde keuze van mij geweest. Gewoon achteraf. Ja. Zeg maar. En dat was wel, terwijl ik daar wel een goede tijd gehad heb. Alleen voor mijn ontwikkeling was het beter geweest om een andere keuze te maken toen, zeg maar. Ja, of dus om te blijven. Hè? Ja, om te blijven of ergens anders naartoe te gaan. En alleen, deze jongens die kwamen, die pasten gewoon perfect in ons plaatje. Niet alleen in het veld, maar ook echt buiten het veld. Gingen we heel veel met elkaar om. We hebben echt elke dag gingen we kaarten, zeg maar. Lekker een potje kaarten. Maar dat deden we daarvoor nooit. Nee. En nu was gewoon vechten wie te kon snel douchen en aan die tafel gaan zitten. En na de wedstrijd gingen we altijd met heel veel jongens gingen we in Roosendaal nog wat drinken. En zo. Ja, en dat helpt gewoon ook heel veel mij. Ik weet nog wel in ons gesprek met Ruud Keizer afgelopen maart dat hij zei van toen ik daar kwam, toen was het na de wedstrijd en na de training was het dicht. Ja. De lampen gingen uit. Ja. Hij zegt van, gooi die tent hier eens open, we willen even een colaatje drinken. Ja. En dat is wel iemand die dat misschien ook geïnitieerd heeft, begonnen is. Maaskant heeft dat dan uitgewerkt. John heeft het al over RKC. Maar hij heeft het ook over Kooistra en Robert Maaskant. En dan komen we toch langzaam in de chronologische volgorde naar het moment der momenten voor Roosendaal. Hè?
Ja, zeker. Dat is het seizoen 1999-2000. Hè? Ja. En ik zei al tegen je, ik heb 2 shirts bij. Deze heb jij dat seizoen ook aangehad. Ja. Nu waren groot nog toen, hè? Ja. Ja, zeker. Dat was een beetje jaren 90, hè? Ja, die waren echt grote shirts allemaal, ja. Ja. Voor de luisteraar is het uitshirt van dat jaar. Het blauwe uitshirt, Velascon, rug nummer 10. Ja. Jullie speelden toen niet met vaste nummers, maar jij stond vaak op 10. Of Koistra zal hem ook wel eens aan hebben gehad. Je zei al, er kwamen wat jongens bij, heel veel kwaliteit, heel veel tips en dit en dat. Toen je in de voorbereiding zat, laten we hem daar oppakken. Je zat in de voorbereiding, we hebben toen nog een keer een oefenwedstrijd gespeeld tegen Vitesse, weet ik nog, bij Leeuwendorpse Boys. Verloren wel met 3-1, maar je kon al zien van, er zit kwaliteit in. Vanaf wanneer had jij het gevoel van, we zouden met deze ploeg wel eens wel echt iets neer kunnen zetten, zeg maar? Dat was echt in de voorbereiding, ja. Wij draaiden echt een heel goede voorbereiding met toen. We verloren toen, toen waren wij op het trainingskamp volgens mij in Leeuwendorp. Ja. In een café was dat. Ja. Dat weet ik nog goed. En hadden we echt een hele goede voorbereiding. We hebben weinig verloren. Toen wonnen we ook nog met Sparta met 5-2 volgens mij. In Zundert, waar NAC traint, zeg maar. Daar speelden wij toen ook. Daar hebben wij ook even getraind toen. Maar ja, vanaf de voorbereiding hadden we echt zoiets van, we hebben echt een sterk team en dat kan wel eens wat worden, ja. En dan wat worden is dan na competitie of linker rijtje? Of wat was jullie doelstelling? Ons doel was wel een na competitie plaatsen. Oké. Terwijl het seizoen begon wel, wij proefden dat natuurlijk ook, hè, dat er dingen aan het gebeuren waren. Maar het begon wel lastig, want als ik uit mijn hoofd doe... Ja, Emme, we begonnen Emme thuis, die verloren wij, ja. Ja, Emme, jongen, dat was maar al... onterecht toen. Ja, want toen kwamen we 1-0 voor nog, hè, Johnny Lammers, ja. Volgens mij uit mijn hoofd. En dus het was in het begin was het even een beetje passen meten, maar moet ik het zeggen, zijn jullie toen een beetje gaan twijfelen? Of, wij vroegen dat ook aan Maaskant, die zei, nou joh, hij zei, we zijn gewoon lekker doorgegaan en we wisten gewoon van de manier waarop we werken, die gaat resultaat opleveren. Ja, dat had ik ook zeker. We verloren de eerste wedstrijd. En in het begin, dat weet ik nog wel met mezelf, voetballend ging alles prima. Alleen die goal die bleef de hele tijd, bleef echt uit. Na 5 wedstrijden had ik denk nog steeds geen goal gemaakt. En dat weet ik nog wel, dat met Maaskant over. Hij zei, maak je niet druk, je speelt goed. En die goals komen vanzelf, dat weet ik nog wel. En... Maar ja, dat was gewoon vanaf het begin hadden we echt heel veel vertrouwen in ons team, zeg maar. Ja. Ja, we hebben het er ook met Maaskant over gehad. Op een gegeven moment kwam die thuiswedstrijd tegen Groningen. 1-0 achter, misschien weet je dat nog wel, met dat misverstandje met Belper en volgens mij Penders. Ja. Of Stassin. En dat de tweede helft richting de Volterside jullie Groningen echt gewoon oprolde. Dat was echt... kun je die wedstrijd nog herinneren? Nee, die ken ik. Ik moet zeggen, Groningen, ik denk van, zaten niet in de Eredivisie, maar... Nee, jij niet. En want toen, volgens mij, Kales, Hertog en Herikus die toen scoorden. En dat, tenminste, in mijn herinnering was dat een beetje het moment waarop heel veel mensen op de tribune in ieder geval dachten van, nu zijn ze erdoor, weet je wel. En ik kan me ook nog een wedstrijd herinneren. Er stond ook een foto van die wedstrijd bij het interview wat jij laatst hebt gegeven aan BN De Stem. Thuis tegen Excelsior. 3-3. Speelde Den Oude nog bij Excelsior. We wonnen niet. Dat was zo'n ongelooflijk goede wedstrijd. Kun je die nog? Ja, ik weet nog goed toen in de wedstrijdbespreking zei, dat kan je nog wel herinneren, zei Maaskant van Den Oude, die kan je gewoon vrij laten staan. Die kan die koppen en daar hoef je geen rekening mee te houden. Volgens mij scoorde die 3 keer en volgens mij 2 keer met zijn kop. Ik weet niet. Scoorde ik ook 2 keer die wedstrijd, ja. Dat was, voor het publiek was dat een geweldige wedstrijd. Dat was vanaf de eerste seconde tot de laatste seconde was dat vuurwerk. Ja. Die wedstrijd kan ik ook goed herinneren. Ja. Ja. Ja, Floyd, dat was echt ongelooflijk. Ja. Dat was zo, volgens mij was het op een maandagavond. Ja, dat was echt... Het was echt een hele goede wedstrijd. Ja. Van allebei de kanten was gewoon volle bak aanvallen. Ging heen en weer. Ja. Dat weet ik. Nou, de Excelsior had geen misselijke ploeg toen. Hè? Nee. Daar komen we natuurlijk straks nog op. Dus jullie hadden doelstelling na competitie. Je zegt vanaf het begin liep het ook. Natuurlijk, je verliest eventjes van Emmen, maar het vertrouwen bleef gewoon. Ja. Laatste wedstrijd voor de winterstop. RBC NAC. Ja. En die verlies je, jammerlijk. Volgens mij schoot jij nog op de paal of Heerkes, een van de twee. Of jij schoot voorlangs nog een schuiver. Nou goed, die verlies je dan 0-1. Volgens mij het doelpunt van Johnny Hansen.
Ja, we verloren met 1-0. Ja, we verloren nog meer toen. Ja, ja, de keeper die... Allebei zijn benen brak, ja. Ja, dat is toch een moment waar we het even over moeten... We hebben het er ook met Maaskant over gehad. En niet omdat we nou van die lijkenpikkers zijn, hoor. Of, maar ja, dat is zo'n... legendarisch, tussen aanhalingstekens, moment. Ook recht voor de Volta-site. Ja. En Maaskant vertelde toen van... ik heb ook gewoon gezorgd dat in de rust... dat die jongens Belper niet te zien kregen. Ja. Want dat was te... Ja. Kun jij daar nog staat jij daar nog iets van bij? Ja, zeg maar? Absoluut. Ja, dat was een diepe bal. Dat weet ik nog wel. En Robbie die ging er naartoe samen met die spits, die Australiër van NAC. Dat weet ik nog wel. Selman. Ja, die ging en Belper die kwam uit en ja die Selman en Belper die klapten op elkaar, maar daar kon die jongen helemaal niks aan doen. Want nee. Het ging zo snel en niemand kon er wat aan doen. Maar ja, dat was. Dat was wel heel, ook voor ons, dat jouw keeper is, was wel een moment. Ja. Maar ik weet nog goed in de kleedkamer, ja, totdat we moesten even wachten, tot we niet gelijk naar binnen konden. Ze hadden de deur van de verzorgingkamer, dus ze moesten eerst helemaal dicht. Wow. Toen konden we pas de kleedkamer zijn. Ja. Ja. Ja, en dan ga je toch misschien enigszins in mineur de winterstop in. Thuis verloren en je keeper... Ja, dat was... Dat was wel was echt wel een domp, ja. Dat was ook voor hemzelf. Was dat natuurlijk heel erg. Toen zijn we nog naar het ziekenhuis gegaan met een paar jongens. Zat gewoon helemaal in elkaar. Ja. Ja, ja. Mentaal ook? Ja, ja? Zeker. Ja, Een paar weken later werd Penders verkocht. Ja. In onze herinnering echt voor een appel en een ei. Ja, volgens mij voor 250.000 of zo. Dat is toch ongelooflijk, Floyd? Ja. En toen begon de tweede seizoenshelft. Hadden jullie nog steeds zeg maar, die goede vibe van voor de winterstop? Of was er toch wat ingeslopen in die groep van... Nee, helemaal niet. Want je moet kijken, voetballers zijn best gewoon egoïst als je voetbalt. Zeg maar. Buitenveld niet, maar gewoon in het veld ben je toch gewoon... Ja, het is wel een teamsport, maar je bent ook heel individueel met jezelf bezig. Dat is gewoon echt zo. Dus dat wat er gebeurde met Belper, ja, dat vergeet je gewoon vrij snel. Gewoon, omdat, ja. Ja, je moet door en je bent er toch voor jezelf. En, dus er werd ook niet meer echt over gesproken. Nee. Heb ik wat ik me kan herinneren, want Siep Dijkstra kwam natuurlijk. Ja, geen misselijke keeper. Ja, Siep is gewoon, die bracht. Dat was ook gewoon heel belangrijk dat hij gekomen was. Dat ja? Zeggen, ja, Siep was iemand die altijd vrolijk was, die iedereen aan het lachen maakte en ook gewoon een hele goede keeper was. Ja. Dat vond ik wel, ja. Ja, want we hebben het er ook met Maaskant over gehad. Hij wordt natuurlijk vaak herinnerd om zijn blunders. Ja. In de Eredivisie. Maar in dat half jaar was echt een bruut. Ja, hij was echt goed. En maar iedereen, wat je zegt, die zijn blunders. Maar Siep had ook veel, op een gegeven moment privé heel veel tegenslagen. Dus, en dan weten heel weinig mensen dat zijn kindje in het ziekenhuis lag. En volgens mij scheiding met zijn vrouw. Dat speelt ook allemaal mee. En ik denk dat voor hem ook veel had meegespeeld toen. Ja, ja. Oh, dat wist ik niet. En dat spijt me om te horen. Dit is het einde van deel 1 van ons gesprek met Johnny van Loenhout. Ga snel door met deel 2 om te horen hoe hij die na-competitie en de uiteindelijke promotie heeft ervaren.